Wij zijn hier in Griekenland, op Lesbos. Het eiland Lesbos, en we staan voor het kamp Moria, waar heel veel vluchtelingen worden gehuisvest op dit moment. Ik ben hier aan het werk omdat ik zie hoe hoog de nood hier is. En ik zag hoe hoog de nood hier was en wat mensen hier, welke gebrek ze hebben aan basisvoorzieningen. En daarom wilde ik hier naartoe komen om te komen helpen. Mijn rol is dat ik hier werk als coördinator voor een Griekse organisatie, Eurorelief. En wij zijn verantwoordelijk voor meerdere dingen binnen het kamp, binnen Moria. Het grootste punt waar we verantwoordelijk voor zijn is shelter allocation. Dus wij moeten ervoor zorgen dat zodra mensen binnenkomen, dat ze een plek krijgen om te slapen. Het is een samenwerking geweest van een Japans bedrijf die via jou hier terecht is gekomen. Het is een combinatie van een Duitse vriend en een Japans bedrijf die gezamenlijk deze units verkopen. Nu in dit geval aan ons gedoneerd hebben om hier in Moria te kunnen gebruiken. Het is een unit waar mensen kunnen wonen. Wat mij opvalt aan de unit is dat het is een heel compact gebouw, zeg maar, waar mensen kunnen wonen. Een gebouw die heel simpel in elkaar te zetten is, maar die tegelijkertijd alles heeft wat je nodig hebt. De ramen die erin zitten geven ontzettend veel licht. Er zitten twee deuren in, dus er zijn meerdere mensen of meerdere in- en uitgangen in het gebouwtje, wat heel handig is. Het is een gebouw wat goed geïsoleerd is. Dus het is, wanneer je binnen bent, is het een soort rustige plek om te zijn. De plekken waar mensen eerst woonden, zijn zelfgemaakte constructies waar mensen zeilen en wat palen en uit elkaar getrokken pallets voor gebruiken. Dus als je dat vergelijkt, dan is dit een enorme vooruitgang en een plek waar mensen je warmte hebben, omdat het een goed stevig gebouw is, maar tegelijkertijd ook een stukje veiligheid kunnen vinden en een stukje privacy kunnen vinden. We hebben allerlei units in het kamp staan en we hebben de Kanda unit nu gedoneerd gekregen. We hebben nog heel veel plekken in het kamp waar we nog meer van de units kwijt zouden kunnen. En waar mensen op die manier, als we meer van deze units zouden krijgen of zouden kunnen plaatsen hier, we heel veel mensen een betere plek kunnen aanbieden. Wat ik heel gaaf zou vinden is dat we hier een plek kunnen creëren waar mensen niet in tenten hoeven te wonen. En ik heb geen idee of dat haalbaar is, want er wonen nu ontzettend veel. Er wonen duizenden mensen in tenten of in zelfgemaakte constructies. Maar mijn droom zou zijn dat iedereen een fatsoenlijke, warme, veilige plek krijgt. Ik hoop dat we dat een keer kunnen bereiken. En dat is iets waar we over dromen en waar we naartoe aan het werken zijn.